Bij de CAF Q900, Q500 en Q700 worden spikes bijgeleverd en voetjes. U kunt het hier mooi zien. Bij de Q700 heb ik ze al gemonteerd. Dit zijn de originele voetjes die CAF erbij levert. Onder de voetjes zitten de spikes. Bij de CAF Q500 ga ik de voetjes monteren. Dit gedeelte leg je eenvoudig op de luidspreker en de schroeven. Kun je via een schroefdraaier even aandraaien. Dat is de eerste. Ik ga nu de tweede monteren. Deze schroeven kunnen met een gewone kruisschroevendraaier aangedraaid worden. Zo. Bij deze vier punten worden de spikes bevestigd. De spike zal ik erin draaien. Zo. En de laatste spike. De voetjes heb ik gemonteerd onder CAF Q500. Nu ga ik de luidspreker omdraaien. CAF heeft hier eigenlijk een uniek systeem voor ontwikkeld. Deze dopjes die worden op de stands gedraaid. U kunt ook zien, hier zit schroefdraad in. Het praktische van deze spike is dat u de hoogte kunt stellen met een inbus sleuteltje. U kunt hem hoger of lager instellen. Vervolgens gaat het dopje van CAF erop, het afwerkdopje. En direct zit alles goed vast, alles is goed gefixeerd. Aan de onderzijde is geen moertje nodig om het te fixeren.